Tegen een 47-jarige man uit Westland is vandaag 20 jaar cel geëist in verband met twee 23 jaar oude moorden in het Kralingse Bos. In 1993 werden twee homoseksuele mannen vermoord op de homo-ontmoetingsplaats in het Kralingse Bos. De zaak leek onopgelost tot hij werd heropend door het Rotterdamse Cold Case Team. Dat leidde met nieuwe DNA-technieken tot de aanhouding van een verdachte die indertijd 25 jaar oud was. Op de redactie is rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, er is DNA, dat is hard bewijs. Heeft die man ook bekend? Aanvankelijk wel, heel uitgebreid. De rechter zei vandaag, het leest bijna als een boek. Uw verklaringen over alle zaken, omstandigheden heeft hij heel gedetailleerd verklaard. En vandaag trekt hij alles weer in. Hij zegt, nee, dat zijn valse bekentenissen van mij geweest, afgedongen door de politie. Dat was heel vervelend, vooral voor de nabestaanden in de zaal. Die hadden 22 jaar wachten tot het eindelijk keer werd opgelost. Dan verwachten ze antwoorden en dan zegt hij, ik was het niet. Ja, justitie zegt dan, als je naar die verklaringen kijkt, daar staan allemaal dingen in die eigenlijk alleen de dader kan weten. Dus voor ons is dat wel degelijk bewijs geweest dat hij de dader is. Twee moorden waar hij van wordt verdacht en hij heeft ook nog met een kruisboog op iemand geschoten. Wat zit daarachter? Ja, het gaat alleen maar om de diefstal van auto's in alle gevallen. En waarom dan het Kralingse Bos, de homo-ontmoetingsplaats, kwamen ook veel getrouwde mannen die daar dus onbekend voor hun familie naar die homo-ontmoetingsplaats toe gingen. En wat dacht de dader dan? Die gaan vast geen aangifte doen. Dus een makkelijke prooi daar. Maar goed, wat zegt de dader zelf? Ik kan helemaal niet auto rijden, dus waarom zou ik auto's daar hebben gestolen? Ik heb pas sinds een aantal jaren mijn rijbewijs. En dan zegt justitie weer, ja, dat is klopt wel, want de getuigen van toen, dus van lang geleden, 1993, zeggen ook dat de dader opvallend slecht reed. Botsend ging hij het Kralingse Bos uit en hij kon niet eens schakelen. Nou, zo zie je hoe zo'n discussie in zo'n rechtszaak kan verlopen. Justitie zegt in ieder geval, ook dat is bewijs.